meneer. Wat bij die schip afkreeg. De kapitein zegt jullie mannen. Jullie zorg dat jullie morgenochtend 6 uur bij jullie schip is. Het is nou 100 van hulle in 9 uur komt die eerste man daar aan. Die kapitein zegt, ja, wat er met jou gebeurt. Hij zegt, kapitein, jij zou mij niet geloven. Ik was hier bij een meisje. En ik kom uit. En ik zoek een taxi. En ik kreeg niet in. Dan kom ik met de paard voorbij. En hij laat mij op. En ons jacht bij Adeliestraat op die hoek. En daar frek die paard. En ik ga hard op tot bij die schip. Dus kom ik later. Kapitein zei, wel, ik wil jou zeker maar gloeien. Ik heb het niet een keer zien. Half uur later is die tweede kerel daar. Hij zei, wat is jouw story? Hij zei, kapitein, jij zou mij niet geloven. Ik was hier boven bij een meisje en dan kom ik, ik zoek een taxi en ik kreeg niet in. Gelukkig kom daar met de paard voorbij. En hij laai mij op. En ons jagen bij Adeliestraat op die hoek toe, frek die paard. Ik heb gehaakt op tot bij jullie schip. En dat is al 99ste story. En 11:30 kom je 100ste boy daar. De kapitein zei voor hem, moet jij mij vertellen, die extra jou vertellen. Je was hier boven bij een meisje, toen kom je terug. Toen zoek je een taxi en je kreeg niet in, toen kreeg je een paard, toen laadde je op die paard, toen hadden we bij alles staan op je hoek, toen frek hij paard, toen hadden we die schip en zei, hij zei, ik heb de taxi gekregen. Hij zei, nou, hoe kom je zo laat? Hij zei, kapitein, jij zei mij niet geloven. Toen ik bij alles in de straat op het rij kwam, en zei hij zo van die paard, ik heb een schip gekomen. Matari, daar, wie is die ou? Weet jy nie, net nou so geskimp oor so een Joodse soldaat wat so neffens goed netjies gewerk het? Man, dis nou met die 6-daagse oorlog in Israel. Toes daar nou een klomp Arabiere om een koppie, en boe op die koppie sit 6 Jode. En die Arabiere, die Jode dogte nou, hoe kan hulle hierdie Arabiere uitroei? En toch, wat is een lekker naam voor Arabier? Abdul. Ah. Als je boe op je kop in, dan skree langs de klop af. Abdul! Dan vlie die Arabier op. Yes! Schiet hij om. Ah. Dan stap hij om je kop in, staan bij de andere kant van de klop, dan skree Abdul! Dan vlie die Arabier op en zei yes! En zo dat je klomp van de dood schiet, niet één Arabier dochter, maar... Er moet een manier zijn om die Joden terug te krijgen. En hy klim om uit, loop om een klip. En hy skree van onderaf, hy dog, wat is een lekker naam voor een Jood, Geim. En hy skree op, Geim! Niks. En stap een keer verder, hy skree, Geim! Hy kom een stuk van boe af. Hy sê, Geim is Lord, yeah, is that you, Abdo? Hy sê, yes! Jan, wie van ons geleerd? Ik heb geen zulke soorten goed. Dit lijkt voor mij, dit is daarom zeker, maar tijdelijk. Ons moet tot ziens zeggen. Ons zei dankie voor jullie twee kerels. Ik heb nou al jullie namen gelijk vergeet. Gobby en Tarry, nee. In elk geval, ons zei voor jullie baie dankie. Groetnis aan jullie mensen. Baie dankie dat u gekomen bent. Baie dankie aan allemaal wat nog samen met ons vertoef. Aan die orkest en aan die dominee en zijn broer, of die broer en zijn dominee. Of die andere en zijn dominee broer. Ines en Frana. Bij een mooi wat Ines en Frana. Sterkte kerels gaan zo voort. Aan allemaal alles wat mooi is, tot volgende keer. APPLAUS.